Thuisblijven is geen optie. En dus zoeken we iedere dag het gevaar weer op. Nou, datgene wat voor een Nederlander vanzelfsprekend is als gevaar, dat is dat die twee auto's die net langskwamen elkaar toch raken. Dat zijn gevaren waar we ons van bewust zijn. Ik zou Nederland karakteriseren als een land waar men zich ruimtelijk vaak niet bewust is van wat zich afspeelt. Dus dat betekent als je vraagt van, is het zo dat mensen die in de omgeving van Pernis wonen, dat die zich van bewust zijn dat ze toch wel heel dicht bij een potentiële bom zitten. Dat men zich daar niet van bewust is. Dus ik vind Nederland wat dat betreft een risicovolle bevolking. En wij nemen risico's. Wij vinden het heel normaal om te gaan skiën zonder getraind te zijn. Wij vinden het heel normaal om in plekken te gaan wonen waar het water toch wel heel makkelijk kan komen. Wij zijn wat dat betreft er niet mee opgevoed. Ja, dat is naïef. Maar het maakt ons ook gelukkig.